Naast het werkweekend heeft Paloina ook ieder jaar een montagedag. Op deze dag zetten we de finale in elkaar en repeteren we alle overgangen, zodat het een mooi, vloeiend geheel wordt. In de afgelopen 13,5 jaar denk ik dat we jonger zijn geworden, meer snellere, pittigere dingen doen, acrobatische trucjes uithalen en dat is denk ik wel een verschil met vroeger. Ik heb een dubbelrol en dat vind ik heel tof, want ik hou en van zingen en van dansen en hier kan ik het mooi combineren. En wanneer wij met het orkest samen repeteren, dan worden de tempo's afgestemd en de tussennummers gespeeld. Behalve het orkest repeteren ook de dansers in kleinere groepjes om iedere choreografie zo goed mogelijk gelijk te trekken. Ik ging ook weer vragen. Oh, ja. Ik speel vooral viool en ik ga even net doen of ik mandoline speel. En ik ga een stukje op de accordeon spelen. Dat is het voor deze voorstelling. Oké. Okay. En hoeveel trommels en andere instrumenten hou jij allemaal tevoorschijn? Ik denk nu in totaal 5. Als ik bij de dansers zie waar ze accenten leggen, dan probeer ik dat zelf ook te benadrukken. Repeteren met nieuwe muzikanten, bladmuziek uitschrijven is heel veel werk. Zelf natuurlijk ook nog af en toe studeren. Je hebt nu dus een soort dubbelrol. Is dat heel druk om...